Nagenoeg op deze plek stond tot de verwoesting in de Tweede Wereldoorlog het 18e eeuwse arsenaal, het wapenmagazijn van Venlo. Na de oorlog werd door architect Anton Swinkels de Raad van Arbeid gebouwd. Het ontwerp uit 1950 is een knipoog naar het verdwenen arsenaalgebouw. De Raad van Arbeid zorgde voor de sociale volksverzekeringen, zoals de AOW en de kinderbijslag. Tot de jaren 90 was het overheidsorgaan gevestigd in het pand. In 2001 nam de politie intrek in het gebouw. Vervolgens kwam het leeg te staan. Na een uitgebreide renovatie doet het pand tegenwoordig dienst als dependance van de Universiteit Maastricht. Naast de grote binnentuin is er in het pand plek voor een collegezaal en is de voormalige kelder geïntegreerd in het geheel. Op de bovenverdieping kunnen studenten een kamer huren.